Wat gaan vertellen over mijn ervaring met reizen en ook de vraag of reizen ertoe leidt dat je, zoals ze altijd zeggen, dat je jezelf vindt. Daar wil ik het over hebben. Nou, om eerst even context te geven, ik ben nu een maand in Kaapstad geweest en ik heb één week, iets meer, tien dagen door Zuid-Afrika gereisd. Ik ga over een aantal dagen vrijwilligerswerk doen in Safari Park voor een maand. En dan heb ik nog 2 weken over. Dus ja, bijna op de helft van mijn reis, zoiets. Maar ik dacht dat het een goed idee is om eventjes dit onderwerp aan te snijden. Omdat in mijn nabije omgeving heel veel mensen reizen zien als een manier om erachter te komen wat ze leuk vinden, erachter te komen wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden. Oftewel existentiële vragen, dat zijn het eigenlijk. Ik heb mensen gezien die dit op 18-jarige leeftijd doen, na de middelbare school. Het zijn mensen die het tussen een studie doen, of mensen die het na een studie doen. Dat zijn over het algemeen de mensen die ik ken, maar natuurlijk zijn er ook mensen hier op mijn reis die ik tegenkom die ouder zijn, die het als een soort sabbatical doen om beter achter te komen wat ze vinden. Om even erop in te gaan, ik heb met iemand gesproken en hier een conversatie over gehad. En deze persoon gaf als argumentatie voor reizen, om te achterkomen wie je bent, is omdat je heel veel nieuwe ervaringen tegemoet gaat. En daarmee, als je nieuwe ervaringen tegemoet gaat, kan je ook kijken van oké, ik vind deze ervaring leuk, deze minder, dit vind ik heel stom en dit vind ik wel te hebben, et cetera. Dus dan kan je er ook achter komen van oké, dit ligt bij mij en dit niet. Dus dat is het argument voor. Een andere is, ben ik het mee eens, zij zei dat je ontmoet een grote diversiteit aan mensen en daarmee ook banen. Dus je ontmoet iemand die bijvoorbeeld fotografie doet, je ontmoet iemand die carrièrecoaching doet, je ontmoet iemand die bartender is of schilder, noem het maar op. Je komt zo'n grote diversiteit aan mensen tegen en daarmee dus ook van wat die andere personen leuk vinden, wat zij belangrijk vinden. En dat kan je daarmee ook ideeën geven voor jezelf. Dus ja, op zich. Volgens mij waren dat de... Nou, er is misschien nog eentje die ik nu even kan bedenken. Uiteraard zijn er meer, maar ik denk dat dit wel de belangrijkste zijn. Het is nog een belangrijke dat je... dat je jezelf tegenkomt omdat je uit je comfortzone gaat. Je bent in een omgeving waar je praktisch niemand kent. Bijna elke dag wel. Tenzij je natuurlijk op plek resideert of met mensen gaat reizen. Maar ik heb het nu echt over alleen reizen. Je wordt wel uit je comfortzone gepusht, want je bent in een totaal nieuwe stad, totaal nieuwe omgeving. Je ontmoet totaal nieuwe mensen. En daarmee wordt ook wel helder hoe je jezelf opstelt. Wat belangrijk is om vrienden te maken, met mensen te levelen. Dus dat zijn allemaal dingen waar je wel zou kunnen zeggen, oh, hier leer je wel meer over jezelf kennen. Aangezien je wordt geforceerd om in oncomfortabele situaties te zitten. En dat is wel een goeie, denk ik. Ik ben heel erg voorstander om buiten je comfortzone te treden en nieuwe mensen te ontmoeten en mensen te benaderen. Dat vind ik echt super belangrijk. Dus wat dat betreft, pro. Dat zijn 3 pro's. Oké, nu ga ik naar mijn waslijst van argumenten tegen voor jezelf vinden en door middel van reizen. Argument 1 is evident, het kost heel veel geld. Geld wat je ook aan andere dingen kan besteden, zoals carrièrecoaching,
persoonlijkheidstesten, interesse testen, coaching, normale coaching bedoel ik dan, trainingen, het gaan naar netwerkevenementen, noem het allemaal op. Dus geld is echt een ding wat je ook ergens anders in zou kunnen steken. En hier, ja, je ziet toch wel veel dat mensen het hier uitgeven aan natuurlijk accommodatie en eten. Vaak ook duurder eten omdat er meer besteld wordt of uit eten gegaan wordt, dus dat is duurder. Maar ook gewoon drinken, ja, feesten, leuke dingen. Leuke dingen zoals, noem het op. Ik heb even hier een... bijvoorbeeld, ik vind het dan leuk om hier te hiken. Dat kost in principe geen geld, maar als je dan de kabel terug wil pakken, kost het geld. Als je naar het strand wil gaan, dan kost het een uur geld. Als je hier naartoe wil, kost het weer geld. Dus het zijn allemaal dingen, leuke dingen die niet direct resulteren in... In vinden wie je bent. Ik bedoel, als je naar een botanische tuin gaat, het kan zijn dat je erachter komt dat je iets met planten wil doen. Dat kan zomaar. Maar ik denk dat er wel directere strategieën zijn om dat te vinden. En daarbij kom ik denk nu bij argument 2 en dat is tijd. Mensen reizen voor meestal minimaal 3 maanden. Ik doe 3 maanden, sommige mensen doen 6 maanden, andere mensen doen een jaar. Een jaar, dat is gewoon 1/80ste van je leven. Ben je er bezig met achterkomen wat je wil. En wat het interessant is, dat heel veel mensen die terugkomen, die weten het niet eens. Die zijn er bijna nog verdwaalder dan ze al waren. Althans, zulke mensen ben ik tegengekomen. Heb ik in Nederland gezien. Dus tijd is een ding. Ik denk dat een andere heel belangrijke is werkethiek. Als jij gaat reizen en je bent dus eigenlijk al die tijd niet aan het werk, ja, dan ga je gewoon werkethiek verliezen. Je gaat minder aan je goede gewoontes tijd besteden. Je bent meer uit een patroon, zoals ik bijvoorbeeld bij mijn eigen huis, een patroon waarin ik routines heb, waarin ik gebruiken heb, die allemaal resulteren in dat ik gewoontes heb waar ik heel blij mee ben, zoals sporten, mediteren, goed eten, vaak eten, minder drinken of niet veel drinken, wissel subjectief natuurlijk, maar dat soort dingen, dat gaat allemaal wel minder als je op reis bent. Als je gewoon lekker aan het chillen bent, je gaat gaan naar het strand, dan denk je niet van nu is het even tijd om een boek te lezen of banen te zoeken. Ik denk dat een groot stukje wat bij mij opkomt, en natuurlijk is het mijn reis, dus het zegt ook wat over mij, maar de grootste sticker die ik er zou op kunnen plakken op mijn reis, zonder af te doen aan hoe gaaf ik het hier heb, is hedonisme. Het is heel hedonistisch. Het is opstaan, eten, heel veel mensen kletsen, vaak ook gewoon op de oppervlakte, dus je bent gewoon met mensen om met mensen te zijn en niet alleen te zijn. Je gaat naar het strand, hedonistisch. Je gaat het eten, hedonistisch. Je gaat uit, hedonistisch. Het is allemaal voor het genot en niet voor betekenis. Ik ben zelden mensen tegengekomen die hier naar Zuid-Afrika zijn gegaan omdat ze niet betekenisvol doen. Sommige mensen wel, die bijvoorbeeld hier komen om bepaalde dieren te observeren iets met natuur te doen. Natuurlijk, kijk, dat wordt al betekenisvol, maar de rest is vaak hedonistisch. En wat het is met hedonisme, daar gaat je uiteindelijk geen,
geen vrijheid en geluk brengen. Omdat alle dingen in hedonisme, zoals we die in mijn versie van hedonisme, die brengen uiteindelijk afhankelijkheid. Je wordt afhankelijk van dat genot. Als jij 3 maanden lang aan het reizen en alleen maar leuke dingen aan het doen bent, dan is het eerste wat je gaat zeggen, oh ja, ik wil terug. Ik wil terug. Ik had het zo lekker daar. En dat is eigenlijk gewoon de afhankelijkheid van, hé, daar krijg ik genot. En hier heb ik dat niet, want hier heb ik geen strandje, geen dit, geen dat. Dus. En daarmee, als je afhankelijkheid hebt, dan verlies je dus eigenlijk regie over jezelf. Als je verslaafd bent aan iets, dan heeft die substantie heeft de regie over jou. Dat is gewoon hoe het is. En hoe minder regie je hebt, hoe minder je ook kan kiezen voor wat je zelf wil. En hoe meer regie, hoe meer bezig je kan zijn om verder te kijken. Om te kijken over je leven, wat je belangrijk vindt, wat je leuk vindt. En daar ook regie in pakken om actief stappen te zetten om daar dan ook te komen. En ja, dat geeft reizen niet. Brengt juist de regie weg, denk ik. Ja, dus ik denk dat dat een heel belangrijk is. Ik denk dat mijn primaire punt is dat het een inefficiënte, utopische manier is om erachter te komen wie je wil zijn. Het is utopisch omdat je naar, als het ware, een paradijs gaat. Ik ben even het andere woord vergeten wat ik zei, maar het kan gebeuren. Maar het is utopisch omdat je denkt, ik zeg van mij inefficiënt. Maar het is utopisch omdat je gaat naar een paradijs, een plek waar het geweldig is. En daar ga je het gewoon vinden. Het is alsof daar de heilige graal is. Je gaat er naartoe en je hoeft alleen even een beetje rond te kijken en dan vind je hem. Kijk jongens, ik heb hem gevonden. Mijn naam staat erop. Ik ben deze persoon en ik heb dit geleerd, want het stond op die graal. En nu weet ik ook wat ik wil doen met mijn leven. Ja, hallo. Het is echt wishful thinking. Het is, zo gaat het niet. Als jij erachter wil komen wie je bent, dan zul je het op een efficiënte manier moeten doen. Dan zou je er uren in moeten steken waar je gefocust bent erop. En hier heb je. Nou, ik heb dus nu een privédorm, wat echt super chill is. Omdat er niemand in deze dorm slaapt. Dus dat is, ik zal even kijken. Ja, gewoon een privédorm, dus dat is super relaxed. Maar ja, ik heb wel het grootste deel alleen maar met mensen gezeten. En ook niet de ruimte gehad om dit soort video's te maken. Helemaal niet. Ik zit nu in een lodge die heel groot is. Dus dat is heel fijn om tijd te nemen voor mezelf. En meer te lezen, meer op te schrijven. Maar daarvoor, ja, het kan aan mij liggen dat ik dat niet gedaan heb. Maar de omgeving was er ook niet echt naar. Dus het was een beetje van beide. En juist nu ik merk dat ik dus op een lekker plekje ben, dan ga ik dit soort video's opnemen. Oké, dus om even een tegenargument te geven. Je zou kunnen zeggen, ja maar Luke, je bent nu toch een video op aan het maken. Je bent nu toch aan het vinden wat je leuk vindt. Je bent er nu toch mee bezig. Ik snap dat wel echt, maar dat is ook een farce, want als ik in Nederland voor 3 maanden had gezeten, dan had ik niet pas na 1 maand nu een tweede video geschoten. Had ik dat veel eerder gedaan, had ik dat al op dag 2 of 3, misschien was dag 1 had ik dat gedaan. Daar heb ik al mijn routines in plek, ik heb mijn werkplekje, ik weet waar de supermarkt zit, dus ik kook één grote batch met eten en hoef ik er nooit meer over eten na te denken. En ik kan al mijn helemaal kopie kan ik hierin stoppen. En nu is het pas dus na een maand. Dus het is
Het is inefficiënt. Ik heb dus nu een maand genomen voor 2 video's, terwijl als ik in Nederland zat voor een maand, misschien had ik al 10 geschoten. Misschien meer, geen idee. Misschien had ik mijn website al af. Dus even om een recap te geven, dus het kost geld, tijd. Het is zeer inefficiënt, omdat er weinig tijd voor jezelf is. Er is weinig tijd waar je gefocust voor jezelf kan zijn. Althans in mijn reis. Misschien is er nog een vierde argument. Ik ben nu allemaal uit de top of my head aan het doen. Uit mijn blote hoofd. Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is dat je denkt na over de opportunity cost, zoals ze dat in economie noemen. Dus wat zou je anders kunnen doen? En reizen is toch utopisch. Ik blijf het zeggen, het is utopisch. Dat. Oké, ik wil nog wel even een sterke disclaimer geven. Het is mijn reis en dat betekent niet dat als jij gaat reizen, dat is het zoals ik ervaar. Ik hou heel erg van structuur en routines, van mijn eigen plek hebben. En ik merk dat dat hier minder aan de orde is. En vandaar dat ik het als minder fijn ervaar. Natuurlijk ervaar ik ook heel veel fijne dingen. Ik ontmoet leuke mensen. Ik heb echt heel leuke en grappige en geweldige dagen gehad. Tuurlijk. Maar je wordt altijd wakker de volgende dag. En dan heb je weer een geweldige dag nodig. Zoals dat. Met leuke dingen en dit en dat. Terwijl als je iets hebt wat je gaaf vindt. Zoals deze video's maken. Of wat het dan ook is, een schilderij maken of noem het maar op, weet je. Dan heb je mindere hoge hoogtes, maar je zou altijd stabiel iets fijns hebben. En dat is veel, veel meer betrouwbaar dan hedonisme. Veel betrouwbaarder. Natuurlijk, als jij een reis hebt, of als er een reis voor mij zou zijn, waar ik bijna alleen maar in mijn eentje zou zijn. Waar ik superveel privéruimte zou hebben om video's te schieten, om te journalen, om boek te lezen, om met mezelf te zijn, om introspectie te doen. Dan had ik er mogelijk wat anders over gezegd. Dus als je jezelf wil vinden, dat is een tip als je toch wil gaan reizen. Zorg dan dat jij je eigen plek hebt. Zorg dat je dat er niet te veel mensen om je heen zijn. Zorg dat je heel veel introspectie doet. Zorg dat je boeken meeneemt over vinden wat je leuk vindt. Zorg dat je een course koopt en dat je die hier gewoon gaat doen. Dan ben je dus in het utopie, of in het paradijs bedoel ik. Maar je bent wel actief bezig met je mind focussen op wat is hetgene dat je dan leuk vindt. En niet zo van, ik heb in een bosje toen ik even een wandeling aan het maken ben, heb ik de graal gevonden. Dat is wishful thinking en dat gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Misschien ben jij de gelukkige, maar ik zou het zeker voor het onzeker nemen. En je mind erop focussen, als je dan toch gaat. En echt elke dag actief mee aan de slag gaat. Dan denk ik dat je er wel van kan genieten. Maar het kost dan nog steeds veel geld. Het kost dan steeds veel geld. En je zou waarschijnlijk toch iets minder efficiënt zijn dan als je gewoon op je kamer zat. Want daar is het ook lekker alleen. Dan kan je ook dit werk doen. Dus het is een hele rauwe. Het is een hele rauwe analyse. Maar ik denk dat er heel veel waarheid in zit. Dus
als je het overweegt om het te doen, denk goed over na. Het is echt, echt belangrijk. Ik heb heel veel mensen gezien die terugkwamen. En die totaal geen werkethiek meer over hadden. Omdat ze alleen maar gefeest hadden, leuke dingen gedaan hadden. Dus denk erover na. En maak vooral ook je eigen keuze. Dit is heel erg mijn perspectief. Dus misschien zitten er dingen in voor jou. Die je mee kan nemen om een goede keuze te maken voor jezelf.